Heksen op een bezemsteel vliegen door de nacht. Zo gaan zij op jacht. Heksen op een bezemsteel vliegen door de nacht. Zo gaan zij op jacht. Hallo, hier ben ik weer. Oma Heksje, na heel lang afwezig te zijn geweest, hè. Ik denk wel bijna 2 jaar. Maar goed, er komt nu zo'n mooi jaarfeest aan. Het eerste jaarfeest van het jaarwiel Samhain. En ik dacht, laat ik nou gewoon weer eens beginnen met wat vloggen voor jullie. En het is een goed begin van het nieuwe jaar, zullen we maar zeggen, hè. Samhain. Wat is dat eigenlijk? Ja, jullie zijn misschien al helemaal in de Halloween-sfeer. Oma Heksje ook een beetje, hè. Kijk, een pompoenetje hier of een leuk spookje daar, niks mis mee. Maar eigenlijk is dat griezelfeest natuurlijk niet helemaal de bedoeling, hè. Dat was niet de oorsprong van het feest, dat was Samhain. En wat vierden de mensen dan met Samhain? Eigenlijk 3 dingen bij elkaar. Ten eerste vierden de mensen het laatste oogstfeest. De oogst van de pompoenen en de noten. Nou, we hadden al 2 andere oogstfeesten, hè? Met Lamas, toen vierden we de oogst van het graan. En met Mabon vierden we natuurlijk het oogstfeest van de appels en de peren. Lekker allemaal bewaren voor de winter, hè? Zodat we dan ook genoeg te eten hebben. Lekker van dat graanbrood bakken tot de volgende nieuwe oogst. Enfin, nu is het dus Samhain. En met Samhain vieren we dus dat laatste oogstfeest. En eigenlijk zo groot feest maken we ervan dat we alles bedanken. Of moeder aarde, vader zon, de boeren. Iedereen bedanken we voor de oogst van het hele afgelopen jaar. Ja, dat is dus het eerste. Tweede, je hoort mij al iedere keer zeggen, het afgelopen jaar, het oude jaar. Want heel veel mensen, waaronder heksen, zoals oma Heksje, die vieren met Samhain ook het nieuwe jaar. Oud en nieuw, zoals je dat ook viert. Als het kalenderjaar opnieuw begint. En dat is dan in 1 januari. Wij vieren 31 oktober oudejaarsavond en 1 november nieuwjaarsdag. Ja, altijd een beetje apart natuurlijk. Maar dat is hoe het vroeger gebeurde. Want de zomer was echt afgelopen en de winter begon. Dus dat was echt zo'n moment waarop dat hele jaarwiel weer opnieuw zou kunnen gaan draaien. Hè? Zaadjes die slapen in de grond, worden straks weer wakker. En nou, dat hele proces gaat opnieuw. Dat lees je dan weer met andere, of dat hoor je dan weer met andere vlogs van mij. Nou, dat was dus het tweede. Dus we hebben oogst, we hebben nieuwjaar, oud en nieuw, zeg maar. En een heel belangrijk punt is dat wij ook het feest vieren van de voorouders. Wij denken met Samhain terug aan al die voorouders, die heel lang geleden levende opa's en oma's, familieleden, die in het zomerland zijn. Ja, wij noemen dat zomerland, hè. Ja. Misschien ken jij het woord zomerland als dat sommige mensen zeggen, mensen die doodgaan, gaan naar boven, naar de sterren, of die gaan in de hemel. Of zoals de Vikings zeggen, naar het Walhalla. Nou, wij praten vaak over het zomerland. Nou, al die voorouders van lang terug, die zitten in het zomerland. Maar die zijn wij niet vergeten. Nee, 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 nee. Want zonder die voorouders waren wij er ook niet geweest. En soms zitten daar ook in het zomerland wel mensen en dierenvrienden en lieve vrienden die niet zo zeker voorouders van je zijn, maar die wel heel lief waren. Die voelden als familie. Soms kan je de leukste, liefste poes van de wereld hebben en die voelt als een broertje of een zusje van je. Nou, dan kan je daar ook aan denken met Samhain. Want ja, dat
eenmaal ben je iemand kwijt of ben je een dier kwijt, dat is toch altijd een beetje een verdrietige situatie. En je wil die persoon of dat dier helemaal niet vergeten. En dat kan je dan natuurlijk doen door eraan te blijven denken en over te blijven praten. En dat doen we dan een beetje met Zouwing. Ja. Ik vertel jullie eigenlijk hoe wij dat doen. Hè? Je kan natuurlijk Zouwing vieren met de hele familie. We dekken de tafel gezellig. Natuurlijk maken we pompoensoep en een pompoentaart of een worteltaart of whatever. Lekker eten allemaal en drinken. En dat kan je doen met de hele familie bij elkaar. En dan zetten we gewoon wat extra borden neer voor de mensen die in het zomerland zijn. Dan doen we een beetje alsof ze erbij zijn. Eerlijk gezegd eten ze natuurlijk niet dat eten op, hè, wat ik dan op zo'n bord schep. Ja, dat is altijd nog wel een dingetje. We doen een beetje het uit het idee van dat we het zo fijn vinden dat ze er weer bij zijn. Hè. Dan geven we ze ook lekker een hapje. Ja, en dan gaan we met elkaar over ze praten. We zetten foto's van ze neer. Nou, kijk, oma Heks hier achter mij. Daar zien jullie mijn voorouderboom. Ik heb zelfs een boom gemaakt. En hoe ik dat gedaan heb, dat staat ook op de site bij voorouderboom. En die hangt vol met foto's van opa's, van opa's, van opa's. Van lang geleden, die misschien wel bijna 200 jaar geleden leefden. En ook van mensen, van dikke vrienden die doodgegaan zijn. Van mijn kippen. Want mijn allerliefste huisdieren waren Dolle en Mina, mijn lievelingskippen. En die hang ik in een voorhouderboom. En die laat ik al een week voor Zouwing. Hangen ze al in de kamer. En iedere keer zie ik ze dan en dan word ik er toch een beetje blij van. Hè? En als het feest voorbij is, want ja, dat wiel draait verder. Dus Zouwing gaat weer voorbij en dan komt er weer een ander feest. Dan pak ik die kaartjes allemaal weer in met die foto's. En dan bewaar ik het tot volgend jaar. En soms moet ik er weer een nieuwe bij maken. Hè? Ja, ik heb eigenlijk dit jaar nog een kip verloren. Ja. Dus eigenlijk zou ik nog een fotootje van die kip erbij moeten hangen. Dat was Lientje. Ja. Die lag ineens met de pootjes omhoog in het kiphok. Maar ja, zo gaat het in het leven. Zonder leven, geen dood. En zonder dood, geen leven, zeggen wij heksen altijd. Nou kan je het met familie vieren. Maar je kan het natuurlijk ook met een groepje vrienden of vriendinnen vieren. Dat doe ik meestal. En dan hebben we ook, want we hebben samen weer mensen die we kennen, die dan ook in het zomerland zijn. En dan praten we daarover. Nou, wat wij altijd hartstikke super leuk vinden, is om dan kaartjes te maken. Kaartjes maken met vragen erop. En dan gaan we om de beurt een kaartje trekken. Eerst zeggen we dan tegen onszelf, ik trek een kaartje voor, laat ik het nou eens voor Dolle doen. Voor Dolle. Weet je, van mijn twee lievelingskippen, Dolle en Mina. En dan zeg ik bijvoorbeeld, ik trek een kaartje. Blind. Oh, wat staat erop? Kijk. Wat is het lievelingseten van Dolle? Nou, dat weet ik wel hoor. Dat zijn meelwormen. Van die gedroogde wormpjes. Oh, wat was Dolle daar gek op. Weten jullie nog, zeg ik dan bijvoorbeeld tegen mijn vriendinnen. Als ik die ging schudden met die bus, dan kwam ze al aanrennen in de tuin als een idioot met die wiebelbenen, van pootjes van haar zo wiebelend. Om die lekkere meelwormen op te eten. Nou, en dan zegt bijvoorbeeld een andere, bijvoorbeeld een vriendinnetje, die pakt een kaart en die zegt, ik trek een kaartje voor onze vriend Arie. Ho. En wat is de vraag? Wat deed je vaak samen met Arie? Nou, ik weet zelfs wat zij deed met Arie, want dat deed ik ook met hem. We gingen heel vaak koffie drinken in de zomer op het strand.
Als het kon eigenlijk elke dag. En dan zaten we de hele avond tot de zon onderging. Lekker te kletsen op het strand. Nou, en zo heb ik nog meer kaartjes. En dan kan je natuurlijk denken, hoe maak je die kaartjes? Nou, je kan zelf vragen bedenken. Ik heb ook een aantal voorbeeldvragen op de site gezet. En die kunnen jullie dan zelf op een kaartje schrijven en die kaartjes versieren. Kijk, ik had dit superleuke papier ergens vandaan. Een soort magisch papier, vond ik wel toepasselijk. En als je daar dan met zo'n houten stokje op gaat zitten schrijven. Bijvoorbeeld, nou ik zet maar even wat erop. Zouwen. Oh, die vergeten. Zie je, dan krijg je dat het zo gaat glitteren. Je krast eigenlijk die bovenlaag weg en dan komen er glitters naar boven. Ja, ik hou daarvan. Hè. Dit is gewoon magisch papier. Goed. Dat over het feest, hoe we het vieren. Ik heb altijd ook een verhaal of een gedicht. En voor vandaag heb ik dit gedicht. Ik vind het een mooi gedicht. En ik ga het even voorlezen. Daarom kijk ik nu naar de laptop en niet meer naar de lens van de camera. En het staat ook natuurlijk op de site. Daarom lees ik het daarvan af. Het gedicht gaat over die voorouders en hoe belangrijk ze voor ons zijn. Luister. Als je aan een boom zou vragen. Hey boom, sta jij nou graag alleen? Dan zou hij denk ik zeggen, geef mij maar boompjes om me heen. Zou je aan je vader vragen, hé pap, sta jij graag alleen? Dan zou hij denk ik zeggen, geef mij maar mensen om me heen. Als je aan een boom zou vragen, boom, hoe geef jij het leven door? Dan zou hij denk ik zeggen, daar heb ik dus mijn zaden voor. En zou je aan je moeder vragen, mam, hoe geef jij het leven door? Dan zou ze denk ik zeggen, ja kijk, daar heb ik jou nou voor. Zou je aan je oma vragen, jouw leven oma, waar komt dat vandaan? Dan zou ze denk ik zeggen, van oma's en oma's die al lang niet meer bestaan. Jij, je vader en je moeder zijn ook takken van een boom. Met voorouders van jaren heen. Familie van een voorbije droom. Want al die mooie mensen die jaren terug zijn doodgegaan, weet je, al die mensen van weleer zijn jouw stamboom dus tezamen. Ja, al die voorouders aan die grote boom gaven aan jou het leven door. Met zouwen zeggen we daarom van harte dank je wel daarvoor. Mooi hè? Helaas, één versprekinkje. Ja. Oma Heksje is het niet meer helemaal gewend, zullen we maar zeggen. Oké, ik weet het dat ik ze niet te lang mag maken. Vandaar dat ik er mee moet stoppen nu. En ik zou zeggen, kijk gewoon verder op de site. Er staan een heleboel leuke verhalen. Ook een heel erg leuk verhaal van een meisje met een trollenvrouwtje. Dat gaat eigenlijk ook hierover, over het verliezen van een huisdier. En de Showeenavond. Die Showeenavond die eigenlijk je de kans geeft om je weer even helemaal dichtbij te voelen bij iedereen die er niet meer is. En waar je nog steeds natuurlijk wel van houdt. En dan kom ik op dat gedoe met dat Halloween. Want sommige mensen die vinden dat een beetje een griezelig idee. Ja. Dat je je dichtbij kan voelen bij mensen die dood zijn. En jaren geleden hebben ze het idee meegenomen. De mensen uit Ierland hebben het idee meegenomen naar
Amerika, Verenigde Staten. En daar zijn ze Halloween gaan vieren. En in plaats van te zeggen, oh lieve voorouders, iedereen die daar niet meer is, ik hou van jullie. Wees bij me. Ik ben zo blij dat jullie zo dichtbij zijn. Die avond van Samhain. Nee, wat gaan ze doen? Enge poppen maken. En zeggen, die spoken moeten weg. Geesten niks mee te maken. En is het eigenlijk van een supermooi feest veranderd in een griezelfeest. Nou is een beetje griezelen soms best ook leuk hoor. Maar het is wel jammer dat het eigenlijke feest een beetje, ja, ik vind het verpest. Maar ja, wie ben ik, hè? Oh, meisje. Zo is het maar net. Hé, ik sluit af met een lied. En dat lied gaat over Samhain vieren. En daarna gelijk aansluitend weer met Heks op een bezemsteel. En dan is het genoeg voor vandaag. En hopelijk kom ik eerder terug dan de afgelopen keer. Misschien met midzomer of zo. Of midzomer. Zo, die is in de war. Midwinter natuurlijk. Het liedje heet Samhain vieren. Pompoenensoep en voorouders, kaarsjes aan en eten samen. Daar en hier zijn bij elkaar, vieren het nieuwe heksenjaar. Samhain zullen we vieren, Samhain zullen we vieren. Samhain zullen we vieren, vieren, Samhain zullen we vieren. Nou klopt er hier dus echt helemaal niks van. Want het is het liedje tussen Keulen en Parijs. Dat is de melodie. Pompoenensoep en... Ik weet het niet meer, zeg. Wat is dit voor gekkigheid? Tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Rome. Pompoenensoep en voorouders, kaarsjes aan en eten samen. Daar en hier zijn bij elkaar, vieren het nieuwe heksenjaar. Samhain zullen we vieren, Samhain zullen we vieren. Het klopt nog steeds niet helemaal, maar het komt uit een goed hart. Op de site staat het goed hoor. Dan gaan we naar het favoriete lied van mijn vriendin Joos uit Drenthe. Heksen op een bezemsteel vliegen door de nacht. Oeh, zo gaan zij op jacht. Heksen op een bezemsteel vliegen door de nacht. Oeh, hallo, ik zeg het.